Ja, de Nederlandse economie gaat door een historische periode heen, waarin heel weinig duidelijk is. Wij bij Room for Discussion proberen de huidige stand van zaken een beetje te duiden. Het gaat ons natuurlijk allemaal aan. We doen dit samen met professor Dr. Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En maar vooral ook alumnus van de UvA. Ik mag Bas zeggen, heb ik net begrepen. Dus Bas, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dank dat ik bij Room for Discussion mag zitten. Dit is denk ik de derde of de vierde keer. En ik vind het altijd leuk om te doen. Mooi, dat vinden we fijn om te horen. Bas, de werkloosheid is nu ongekend laag. En faillissementen zijn bijna non-existent. Er is best wel een hoge spaarquote. Geen deflatie. De staatsschuld die voldoet nog aan de EU-normen. Best wel gemixte cijfers of indicatoren. Hoe staat het er eigenlijk voor? Ik denk dat het economisch gezien nog best aardig gaat. En dat is met name te danken natuurlijk aan de riante steunpakketten die de overheid geeft. Wat we vorig jaar zagen in het tweede kwartaal, dat die economie toen door corona heel hard omlaag ging. En ook in het derde kwartaal ging het niet goed, maar toen, of het ging niet beter. Toen veerde de economie ineens een heel stuk op. En toen kwamen we in het laatste kwartaal van vorig jaar weer opnieuw in crisis. En dat heeft geduurd eigenlijk met allerlei restricties tot aan vandaag de dag. Die worden nu wel minder. Maar ik denk dat dit jaar een relatief goed jaar wordt. Ik denk dat veel van de schade wel wordt ingelopen. Ik denk dat er een hele hoop spaargeld zometeen op zoek gaat naar bestedingen. Ik denk ook dat het ondersteunend beleid heeft voorkomen dat veel mensen werkloos gaan, bedrijven over de kop gaan. Ik denk wel dat als de restricties wegvallen en ook het steunpakket van de overheid, dat er dan toch onvermijdelijk een aantal bedrijven zullen gaan omvallen, omdat die nu in leven worden gehouden door de coronasteun. Maar dat is misschien niet eens zo slecht, want die hadden misschien ook zonder corona het niet gered. Ja, daar willen we het zo nog even over hebben. Ik ben economisch eigenlijk best optimistisch voor wat er nu komen gaat. Behouden ze natuurlijk dat er allerlei dingen misschien weer misgaan met vaccinaties, met het coronabeleid. Dat is eigenlijk mijn grootste bron van zorg geweest. Niet zozeer het economische beleid. Dat vind ik eigenlijk best goed. Ja, want u zegt natuurlijk dat in het derde kwartaal van vorig jaar beter ging. Dat was ook precies ook de periode natuurlijk waar de strenge maatregelen iets minder streng waren. Maar voor de rest vindt u wel dat de beleidmakers het in principe gewoon goed hebben gedaan door de portemonnee open te zetten en de bedrijven vol te ondersteunen. Is dat een goede samenvatting? Als je een anatomie probeert te maken van wat die restricties, wat die lockdowns doen, is dat de bedrijven die spullen willen verkopen, dat nu niet meer mogen. Of diensten willen aanbieden en dat niet meer kunnen doen. En die worden geconfronteerd met acute omzetdalingen. Nou, het gevolg daarvan is dat je, als je niks doet, dus dit is een overheidsmaatregel, bedrijven mogen niet verkopen, dat die bedrijven direct over de kop zouden gaan als je ze niet zou ondersteunen en die mensen werkloos zouden worden. Ja. De overheid, denk ik, goed heeft gedaan, is liquiditeitssteun, dus overbrugging geven aan bedrijven die niet permanent insolvabel zouden zijn als er geen corona was en die restricties niet zouden gelden. Ja. Wat de overheid ook goed heeft gedaan, is voorkomen dat mensen nu massaal zonder inkomen komen te zitten. Dus door die loonkostensubsidies de nauwregeling te geven voor bedrijven met grote omzetdalingen. Natuurlijk is dit allemaal minder riant of zelfs afwezig voor mensen met een flexbaan, of die er alsnog ontslagen zijn, of zelfstandigen die minder ondersteuning krijgen. Maar goed, grosso modo denk ik dat er veel goeds is gedaan in de termen van het opvangen van liquiditeitsproblemen bij bedrijven en het verzekeren van een inkomensschok die veroorzaakt wordt door deze natuurramp. Dus de overheid heeft liquiditeit en verzekering geboden. En ik denk dat de adequate reactie was op het probleem wat we hadden. Wat we nu zien is dat we moeten kijken of corona we hebben een deel van de economie eigenlijk in coma gelegd. Dat gaan we langzaam weer tot leven brengen. We moeten kijken hoeveel er nog in leven blijft. Heeft corona nu permanente schade aan de economie opgeleverd? Dan zal het zo meteen zijn, als de economie weer helemaal open is, dat al die vraag, al dat spaargeld wat we hebben, achter misschien beperktere aanbod van goederen en diensten aangaat en dat we mogelijk inflatie zien. Ja. Dat zien we nu bijvoorbeeld gebeuren. Afgelopen week waren de financiële markten toch behoorlijk onrustig. Uit vrees voor rentestijgingen door hoger wordende inflatie. Bijvoorbeeld door wat Biden aan het doen is in de VS. Mm-hmm.
Nou goed, de vraag in de economie kan herstellen. De vraag is wat er van het aanbod in de economie kapot gegaan is of wat behouden kan blijven. Ik ben niet zo heel pessimistisch. En dan denk ik dat we de komende periode met wat stimulerend begrotingsbeleid, als ik naar alle verkiezingsprogramma's zie, kijk, dan zie ik dat het waarschijnlijk toch een ruim begrotingsbeleid gevoerd gaat worden. De monetaire condities zijn nog heel ruim. Dus ik denk dat het het komend half jaar best heel goed zal gaan. En dat laten ook alle raminginstituten zien in de projecties voor de economische groei. Ja, want u had tijdens Rutte 2 natuurlijk een redelijk stevige kritiek op het toen pro-cyclische beleid. Het lijkt nu inderdaad dat het iets ruimer is en dat we wel ja. Geld geven. We hebben geleerd van de geschiedenis. Ik wilde net zeggen, heeft u een belangrijke rol gespeeld daarin? Heeft u Rutte weten te overtuigen? Die kans acht ik niet heel, dat ik Rutte heb kunnen overtuigen. Ik heb namelijk bij die vorige crisis toch een jaar of 6 lopen zeggen dat het te hard ging met die bezuinigingen. En in een financiële crisis met vraaguitval is bezuinigen geen goed idee. Daar is ongeveer iedereen van teruggekomen. Alle politieke partijen, behalve de VVD, hebben achteraf geconcludeerd dat ik gelijk had. En dat is natuurlijk heel prettig om te horen dat je achteraf gelijk krijgt. Maar terwijl mensen werkloos worden, terwijl de economie krimpt, is dat gewoon, dat was mijn zorg. En die is niet weggenomen. We hebben onnodig veel schade aangericht. Wat ik nu zie is dat overheden terecht veel minder bevreesd zijn voor oplopende schulden. De rentes zijn historisch laag. We kunnen dat makkelijk betalen. En ik denk ook iets geleerd hebben van die vorige crisis. Niet meer in dezelfde fouten willen vervallen. Echter, één maar. Deze crisis is weer een andere crisis dan die vorige. En nu is stimulerend begrotingsbeleid, zeker zolang er nog allerlei beperkingen gelden en de economie voor een deel op slot zit, is niet zo handig. Want ja, je kan wel mensen geld geven om naar het restaurant te gaan. Maar ja, we kunnen nog steeds niet 's avonds uit eten gaan. Alleen voor de lunch. Ja. Maar goed, de maatregelen om de economie te stimuleren werken, zolang er nog beperkingen zijn, niet heel averechts. Die maatregelen waren goed om, wat ik net uitlegde, te verzekeren. Dus mensen een inkomensval te verzachten. En bedrijven liquiditeit te geven, zodat ze door die crisis konden rollen. Wat we pas kunnen doen op het moment dat we kunnen eigenlijk pas stimuleren op het moment dat alle beperkingen zijn opgeheven. Want dan kan het geld door de economie rollen. En het komt niet tot stilstand in de gesloten sectoren. Ja. Overigens, dan is de cruciale vraag, hoeveel van de productiecapaciteit heb je nog heel? Als er heel veel heel is, kan je prima wat stimuleren om een deel van de gemiste groei in te halen. Maar als er nu heel veel stuk is, dan zul je zien dat de inflatie gaat oplopen, omdat er veel vraag naar goederen en diensten is, bij beperktere aanbod. En dan is stimulerend begrotingsbeleid, in Amerika gaat het nu heel hard, kan averechts uitpakken als we tegen de capaciteitsgrenzen aanlopen. Dus zonder meer stimuleren zou ik nu voorzichtiger mee zijn. En als ik nu ook kijk naar de verkiezingsprogramma's, dan zie ik dat eigenlijk alle politieke partijen de overheidsconsumptie aanzwengelen. Hogere uitgaven, hogere salarissen voor personeel bijvoorbeeld in de publieke sector, zorg, politieagenten, onderwijzers, lagere belastingen. Dus al die partijen laten eigenlijk tekorten oplopen. Maar dat hoeft nu minder goed uit te pakken dan 10 jaar geleden, toen we een heel groot vraagprobleem hadden. Dat is nu een economisch anatomisch een ander vraagstuk. Dus ik zou zeggen, ja, probeer wat te stimuleren om eventuele gemiste groei in te lopen. Waar we precies zitten, weet ik niet. Maar een licht stimulerend beleid kan niet zo slecht zijn. Maar kijk uit met wat bijvoorbeeld Biden nu doet in de VS. Daar geeft hij zoveel gas, dat kan wel eens leiden tot hogere rentes en inflatie. Ja, want je had het net over stimuleringsbeleid. Dat is nu nog best wel lastig, want het geld kan niet uitgegeven worden. We weten nog niet zo goed wat er aan de aanbodskant gebeurd is. Dat is heel anders dan de vorige crisis die we hebben gehad. Dus waar zitten we dan een beetje in de conjunctuur? Kan je dit het beleid dan ook pro-cyclisch of anticyclisch noemen? Of is het iets compleet nieuws? Waar we zitten in de conjunctuur is echt een hele moeilijke vraag. Dat is meer, is ook een kunst dan wetenschap. Kijk, wat er gebeurt, economen die denken dat de trendgroei van de economie is zo'n lijntje en die conjunctuur die gaat er een beetje omheen. Maar wat we bij die vorige crisis hebben gezien is dat, nou ja, dit is het lange termijn groeipad, dat die economie omlaag ging, 1 dip, wat herstelde, en vervolgens nog een dip, en dat die vervolgens eigenlijk met een enorm gat ten opzichte van de trendlijn verder groeit. Ja. Economen noemen dit hysterese, tijdelijke vraaguitval die permanent wordt.
Ja. Nou, nu kan het zijn dat je, dat je nu iets vergelijkbaars ziet, maar de schatting van hoe ver we van het structurele groeipad afzitten, zijn heel notoor onzeker. Dit is ook wel de output gap genaamd. De output gap schatting is denk ik zeker na een crisisperiode heel lastig te schatten. Dus als je nu de vraag stelt van ja, waar zitten we nu? Nou, is veel onzekerheid over. Ik denk dat we nu nog wel onder potentieel zitten, maar ik durf geen harde uitspraken te doen hoeveel procent onder de potentiële groei er zitten. Wat ik wel grappig vind, u zegt inderdaad dat iedereen zijn ongelijke in 2008, de crisis van 2008 aangaf, behalve de VVD. Het argument van de VVD zal natuurlijk wel zijn dat de portemonnee gespekt was vanwege de bezuinigingen, waardoor we deze incidentele schok konden opvangen. Is dat volledig onzinnig of zit daar een kern van waarheid in volgens u? Het is bijna volledig onzinnig. Er zit geen kern van waarheid in. Kunt u dat uitleggen? Als je bij ESB gaat kijken, het economietijdschrift, die heeft een blog. En daar heb ik in die crisisjaren heel veel blogs geschreven over het begrotingsbeleid. Ja. Een van die blogs was de rekening van Rutte. En ik heb geprobeerd uit te rekenen wat de schade is van het toegevoerde begrotingsbeleid. En wat ik bereken is op basis van CPB-cijfers, is dat we door het begrotingsbeleid 6% van de economische groei zijn verloren. De overheid krijgt daar, nou, pak een beetje 40% aan belastinginkomsten over binnen. Dus je hebt ongeveer 2,5% BBP per jaar minder belastinginkomsten gehad door het begrotingsbeleid. En omdat dat groeiverschil permanent is geworden, sleep je die 2,5% BBP belastingverlies voor eeuwig achter je aan. Nou, als we 3 jaar niks hadden gedaan en dus niet die 6% extra krimp hadden veroorzaakt, hadden we na 3 jaar alle bezuinigingen en lastenverzwaringen terugverdiend. Dus wat mij betreft is het zonneklaar dat het begrotingsbeleid uiteindelijk schadelijk is geweest voor de Nederlandse economie en de Nederlandse overheidsfinanciën ten opzichte van het scenario waarin we niets hadden gedaan aan bezuinigingen en belastingverhoging. Maar het is toch heel, ik snap het theoretisch wel dat je in lage tijden dan meer uit gaat geven en als het heel goed gaat ga je wat meer bezuinigen. Maar het is toch heel moeilijk om te bepalen van wanneer zit je nou in een goede tijd of wanneer zit je nou op de piek. En dat het vooral voor politici. Ook dit vind ik een theoretisch argument. Want op het moment dat je ziet in 2008 dat het hele financiële systeem aan het imploderen is, in 2010 dat de euro ontploffen dreigt, en iedereen gaat op de rem, je ziet dingen die je nog nooit eerder hebt gezien in 80 jaar tijd. Als het dan geen tijd is om wat te stimuleren, wanneer dan niet? De fout die toen gemaakt is dat er veel te snel op de rem is gestaan. Mensen dachten dat in 2010, 2011 dat ze de brandmeester waren. En toen zijn ze vanaf dat moment als een gek gaan bezuinigen, terwijl het absoluut niet zo was. We hebben een existentiële crisis in het eurogebied gehad. Dus als je in zo'n situatie zit, is het beter om gewoon even te wachten. Zeker als die crisis heel diep is. En ik denk dat de fout daar is gemaakt dat we veel te orthodox waren. Nu is misschien de fout dat we niet. Dus mijn vrees nu is een beetje dat we doorschieten naar de andere kant. Nu is de situatie echt anders. Het is niet zo duidelijk hoeveel vraaguitval we nu hebben. Het is wel heel duidelijk dat er heel genereus wordt opgetreden door overheden om de economie te ondersteunen. We zien ook dat dus die politieke partijen heel genereus zijn in de volgende kabinetsperiode. Het is niet zo duidelijk of daarvan een deel niet misschien wat te genereus is. Ja, want dus wat er een licht stimulerend beleid lijkt me verstandig. Maar we moeten oppassen dat we nu doorslaan naar de andere kant en doen alsof we gewoon eigenlijk zonder problemen de omvang van de overheid kunnen vergroten, de belastingen kunnen verlagen, de staatsschuld laten oplopen. Als we geen rekening houden met de economische situatie. Dus het hangt een beetje vanaf waar we zitten met die output gap. In een situatie waarin er onderbesteding is, is een grote begrotingstekort heel prima te verdedigen. Maar als we zo meteen uit de coronacrisis komen en we zien dat die output gap al heel snel dichtgaat en zelfs leidt tot oververhitting, dan is het verder stimuleren niet zo verstandig. Dus nu moet je veel, denk ik, toch iets voorzichtiger zijn met het pleidooi voor stimuleren dan in 2010. Er is nu meer onzekerheid wat dat betreft. Nou, ik denk dat we minder grote problemen hebben met de vraagkant van de economie en mogelijk grotere problemen met de aanbodkant. In 2010 hebben we de vraag extreem zitten afknijpen. Niet alleen met begrotingsbeleid, maar we hadden ook mensen met hypotheekschulden die onder water stonden.
Hypotheken die onder water die gingen minder consumeren om een hypotheek af te lossen. Bedrijven met bedrijfsleningen, banken in de problemen, pensioenfondsen in de problemen. Dus iedereen was tegelijkertijd aan het sparen en dat leidde tot een daling van de vraag in de economie. Ja. Terwijl de overheid beleid voerde om het aanbod te vergroten. Namelijk allerlei structurele hervormingen. Nu is de situatie toch een beetje anders. Want nu zie je dat de overheid wel de vraag stut. Dus dat probleem is kleiner. Maar bovendien, het aanbod is mogelijk beschadigd geraakt door corona. Dus als er delen van de economie toch niet intact blijven, ja, maar stuk gaan, omdat bedrijven stuk gaan, kennis en technologie verloren gaat, ja, dan hebben we nu wel meer stimulering, meer vraag, maar tegelijkertijd minder aanbod, waardoor de case om harder te stimuleren nu gewoon denk ik een stuk zwakker is. Ja, want in het afgelopen jaar heeft de overheid eigenlijk een beetje de economie bevroren door heel veel bedrijven in de lucht te houden. Onder andere om bijvoorbeeld, wat u net zei, al technische innovatie gewoon in stand te houden. Maar een deel van die bedrijven zijn gewoon slecht presterende bedrijven. Die deden het voor corona ook al niet zo heel goed. En die hadden eigenlijk misschien wel gewoon failliet kunnen moeten gaan. Maar die zijn dus kunstmatig in stand gehouden. Die worden wel eens zombies genoemd. Straks als die steunmaatregelen wegvallen, wat kunnen dan de gevolgen zijn als we veel van die zombies hebben? We gaan de zombies dood. Ja, maar dat kan toch ook weer effect hebben op andere bedrijven en eigenlijk zoals een domino effect de hele economie. Ik ben daar niet zo bang voor. Kijk, de kritiek is nu dat we veel te genereus zijn met het steunbeleid. Mm-hmm. En dat we het natuurlijke aanpassingsproces van zeg maar Schumpeteriaanse creatieve destructie, dat we dat ondermijnen door bedrijven die zonder corona lang failliet zouden zijn gegaan nu in leven te houden. Dat is de kritiek die er nu is. Mm-hmm. Dit is economisch gezien overigens een uitstekend analytisch coherent argument. Zij het niet dat er in de beginsituatie excessief veel creatieve destructie zou zijn als we dat beleid niet zouden hebben ingevoerd. Want, je zou kunnen zeggen, door de coronarestricties dwingt, als de overheid niet zou hebben gedaan, maar wel de coronarestricties had ingevoerd, sectoren in lockdown had gebracht, dan was er een massieve golf aan creatieve destructie. Ik weet niet of het creatief is. Massieve golf aan destructie door de economie gegaan. Omdat bedrijven gewoon hun spullen niet kwijt kunnen. Of hun diensten niet kwijt. Mm-hmm. Ja, dat is logisch. Dus de situatie is vanuit, als ik een economisch jargon term mag gebruiken, is second best om mee te beginnen. De overheid heeft een enorme verstoring in de economie aangebracht door sectoren te sluiten. Nou, in zo'n situatie is het welvaartsverbeterend om die liquiditeitssteun te geven, of die verzekering, om te zorgen dat die bedrijven door die crisisperiode rollen. Ja, en dan is de onvermijdelijke consequentie dat er ook wat doodgewicht aan die maatregel zit. Want je kan niet alle bedrijven precies uitfilteren die zombies zijn van de bedrijven die perfect gezond zijn en die het alleen moeilijk hebben door corona. Dus je verliest inderdaad wat van de steun, omdat je nu bedrijven in leven houdt die anders al lang failliet zouden zijn gegaan. Maar de opbrengst van deze maatregelen is dat je heel veel bedrijven in leven houdt die door corona anders allemaal naar de galamiezen zouden zijn gegaan. Ja, maar houdt het niet ook in die markt een vorm van innovatie tegen? Omdat natuurlijk nieuwkomers in de markt moeten concurreren met een bedrijf dat gespekt wordt door de overheid, zeg maar. Die daar staan reno voor. Is dat niet ook nog een extra... Ik begrijp het argument niet helemaal. Nou kijk, als een bedrijf of een zombie wat is die in stand wordt gehouden, dus in die markt blijft. Volgens mij kwam Arnoud Boot laatst met dit argument dat die vervolgens dat je nieuwkomers in de markt innoveren afneemt. Of het heel veel moeilijker maakt om toe te treden tot die markt. Bedrijven die nu al bestaan, eigenlijk niet heel goed zijn. Het zou kunnen, want de coronasteun wordt natuurlijk afhankelijk gemaakt van het omzetverlies ten opzichte van wat je hiervoor had. Ja. Nieuwe bedrijven hadden geen omzet omdat ze nog niet bestonden. Dus krijgen geen coronasteun. Ja, in die zin, dit is inderdaad onderdeel van het efficiëntieverlies van coronasteun. Je wil natuurlijk niet dat nieuwe innovatieve bedrijven nu niet opkomen, omdat ze uit de markt gedrukt worden door zombies die in de markt zijn. Ja. Ook dit is, kijk, ik vind het een te zwaar aangezet argument. Ik zeg niet dat het analytisch niet juist is, maar ik denk dat komende zomer de meeste bedrijven gewoon geen steun meer krijgen. De omzetten die herstellen zich, vervalt het recht op alle overheidssteun. Als we, in zekere zin, de overheidssteun wordt automatisch uitgefaseerd op het moment dat de omzetten weer terug op peil zijn. En dan kan iedereen weer op gelijke voet concurreren.
De kostprijs die je hebt gehad, dat je gedurende de coronacrisis, zeg gedurende een jaar, een aantal bedrijven in de lucht hebt gehouden die mogelijk het niet hadden moeten redden zonder corona. Ja, dat is een aanvaardbare prijs als je weet dat je ongeveer alle bedrijven in alle sectoren die gesloten zijn geweest ook overeind hebt gehouden, want die waren natuurlijk kapot gegaan op het moment dat je niks had gedaan. Dus voor mij is het een second best argument. Je hebt een enorme welvaartswinst, omdat je de pijn van die coronarestricties opheft. En ja, je hebt ook een welvaartsverlies. Het argument is juist van het in stand houden van zombiebedrijven. Maar voor mij is het vrij zonneklaar dat de interventies hebben gezorgd voor beperkte economische schade, werkgelegenheidsbehoud. En dat is denk ik extreem waardevol geweest gedurende het afgelopen jaar. Ik denk dat als we massieve werkloosheid hadden gezien, massieve faillissementen, dat de wereld, het is al moeilijk zat geweest, nog ingewikkelder zou zijn geworden. Ja, dus overal was het het waard. Maar kunt u een inschatting maken van het verlies wat we hebben geleden eigenlijk? Het efficiëntieverlies hier dan? Het is heel, kijk, dit is gewoon bijna niet te doen. In de zin dat je moet namelijk een counterfactual maken wat er gebeurd zou zijn op het moment dat je niks had gedaan en wel coronamaatregelen hadden afgekondigd. Ja. In de zin van sectoren die gesloten worden. Hoeveel bedrijven had je dan failliet zien gaan? Gezonde en ongezonde bedrijven. En nu maak je een counterfactual. Hoeveel bedrijven heb je in leven gehouden? En hoeveel zombies heb je in leven gehouden? Dus ja, het is denk ik misschien achteraf met een zuiver econometrisch onderzoek misschien nog wel iets van te reconstrueren. Maar ik denk dat het extreem lastig is. Ja, en alles wat ik net zei is, je zou kunnen zeggen, geleerde gok. Ja. Ja. maar dan kijkend naar het exitbeleid, want hoe lang corona of COVID nog bij ons zal zijn, is nog maar heel erg de vraag. Hoe lang denkt u ongeveer dat we dit in stand kunnen houden, deze nou toch wel historische overheidssteun, zeg maar? Dat ook. Ja, wat ik net al zei, ik denk dat het vanzelf wegvalt op het moment dat corona ophoudt. Dus ja. De restricties wegvallen, omzetten herstellen. En dan, ik bedoel, je zult vanzelf zien dat het beroep op deze ondersteuning wegvalt. Ja, maar gaat het geleidelijk aan? Ja, ik bedoel, de regering heeft al eigenlijk een heel pad uitgestippeld voor de opening van de economie. En je zou kunnen zeggen, behoudenssectoren als de concerten, de muziekevenementen, al die grootschalige dingen. Ja. Gaat eigenlijk gedurende de zomer alles open. Dus ik denk dat in september denk ik dat vrijwel de hele economie open is. Behouden ze dus die massale evenementen waar veel mensen bij elkaar komen. Ja, maar terwijl ook toch voor de proefevenementen en daadwerkelijk wordt er iets volgens mij van 920 miljoen uitgetrokken. Is dat niet een indicatie dat het misschien toch nog wel een tijdje bij ons zal zijn? Ik denk, maar nu moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn, dat coronavirussen gewoon bij ons zullen blijven. Ik denk dat er gewoon vanaf nu allerlei mutaties komen. Ik denk ook dat vaccins ontwikkeld worden tegen allerlei varianten. Ik denk ook dat het dat zometeen over de loop van de tijd heel veel mensen het ook gehad zullen hebben of gevaccineerd zullen zijn. Ik denk dat dit vanaf nu bij ons gaat horen. Het idee dat corona uitgestampt kan worden. En daarvoor denk ik dat het te veel verspreid al is onder de bevolking. En ik denk dat zolang we contact hebben met elkaar en over de wereld vliegen en reizen en dat soort dingen, dat er nieuwe varianten blijven komen en dat er mogelijk nieuwe vaccinatierondes nodig zijn, mogelijk ook restricties kunnen gelden voor bepaalde evenementen waarbij veel, of bijeenkomsten waarbij veel mensen zijn. Maar ik denk ook dat in de loop van de tijd immuniteit zal optreden. Veel mensen zullen een variant van corona krijgen en resistent worden. Net zo goed als dat we allerlei influenza-virussen hebben, die toch ook niet meer op lange termijn ontwrichtend werken voor de samenleving. Ik bedoel, zo begonnen we in maart vorig jaar. Toen verwezen mensen naar de griepgolf van 2017. Toen zijn er toch echt heel veel mensen in een korte tijd dood gegaan. Maar dat leidde niet tot allerlei maatschappelijke ophef. Ik denk dat na verloop van een aantal jaren die coronavirus een vergelijkbare, vergelijkbare situatie krijgen als de standaard griepvirussen. Maar
Dat is nu nog niet zo. Ik denk ook dat de medische technologie gaat voortschrijden, dat we beter mensen kunnen behandelen. Zie wat er deze week gebeurt met ontdekkingen in het AMC. Dat ze nu weten hoe het nou kan dat het immuunsysteem nou zo heftig reageert op een corona-infectie. En dat de mechanismen daarvan ontrafeld gaan worden. Nou, dat is allemaal vooruitgang die ervoor gaat zorgen dat we in de toekomst en betere behandeling hebben en meer resistent worden. En dus ook denk ik veel minder restricties zullen hebben dan wat we nu hebben gezien in het afgelopen jaar. Ja, u zei net, daar moet ik altijd een beetje voorzichtig om zijn. Ik denk een van de relletjes van het afgelopen jaar was vanuit de wetenschappelijke wereld dat herstel NL, als het ware. Hoe blikt u zelf terug op die periode? Omdat u nu zegt, ik moet er voorzichtig mee zijn. Is dat een soort les of zo die u getrokken heeft? Of is dat... Ik heb bij Herstel NL geprobeerd me bij te dragen aan maatschappelijke discussie over het coronabeleid. Ja. En de motivatie voor mij om daar aan mee te doen was nadenken over mogelijke alternatieven. En mogelijke alternatieven die zouden kunnen leiden tot minder beperkingen voor de economie en mogelijk grotere gezondheidswinsten. Ja. En dingen die ik benadrukt was, dingen als testen, maar ook zaken als gedifferentieerd leeftijdsspecifiek beleid. Ja. En gesteund door allerlei wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat je daarmee of de infecties beter onder controle kan houden of minder beperkingen nodig had voor de economie. Dat herstel en als op een gegeven moment meer gaan bewegen richting een actiegroep, en daar voel ik me heel erg ongelukkig bij. Ja. Ik wil geen onderdeel zijn van een actiegroep. Ik wil me ook niet gebonden weten aan bepaalde standpunten. Ook dingen waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens was. Ja. Er was ineens allemaal verzet tegen testen. Daar was ik het niet mee eens. Ik vond ook dat Arjan Lugenbach volkomen gelijk had. Dat je niet kon zeggen dat per 1 maart alles open kon. Daar was ik het niet mee eens. En ja, als iets een actiegroep is en er is geen... Er zijn een aantal dingen waar je het niet mee eens bent. Ja, dan... Kan je je beter terugtrekken. Dan denk ik dat het niet goed is om daar deel uit van te maken. Toch misschien wel jammer dat het sentiment aan de ene kant inderdaad zo is, dat op het moment dat je even iets anders zegt, dat je meteen in de hoek van Wappie wordt gezet. Want ik bedoel, u bent niet tenminste Barbara Barensma, niet Koen Teulings, niet. Ga zo maar door. Er zaten toch wel redelijk slimme mensen in. Het is redelijk op wetenschap gebaseerd. En dan gaat er wel eens wat mis. Maar het is ook, als u net zegt van we hebben er waarschijnlijk nog wel altijd een vorm van een virus bij ons, toch geen verkeerde discussie om te voeren. Nee, maar hier heb ik me ook wel over verbaasd hoe ingewikkeld bepaalde zaken lagen. Kijk, als ik nu een beetje uitzoom, je ziet in de samenleving dat verschillende, je zou kunnen zeggen, voorkeuren bestaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van hoe risicomijdend wil je dat de samenleving is? Hoe zwaar weeg je gezondheid tegenover de economie of tegenover grondrechten? Hoe ga je om met mensen binnen de zorg? Dus daar zitten allemaal morele, normatief ethisch geladen afwegingen. Ik denk ook dat de samenleving is heterogeen. Er zijn verschillende mensen met verschillende opvattingen over al die zaken. Ja. En wat ik heb gemerkt is dat het toch wel heel lastig was om over die afwegingen te praten. En waar ik eigenlijk consequent toe heb opgeroepen is het debat daarover. Ja. In de wetenschap, dat ik hier niet het juiste antwoord op heb, maar ook in de wetenschap dat er niet één juist antwoord is. En ik vond dat er gewoon meer variëteit in de opvattingen in de discussie moest komen. En dat bleek erg ingewikkeld te zijn. Is dat op dit moment beter? Of is dat, Ik denk dat nu de discussie is gestaakt vanwege de aankomst van het vaccin. En iedereen zit te wachten tot de samenleving weer open kan. Ja, dus het loopt eigenlijk vanzelf wel weg. We hebben het eigenlijk de hele tijd met u over gehad over de Nederlandse economie en het fiscaal beleid. Eigenlijk willen we het nu ook graag met u hebben over fiscale regelingen, over belastingen. Als wij vanuit Room for Discussion nu nog eens 100 euro per jaar meer zouden geven bij uw bruto salaris, weet u dan wat u daar meer aan over had? Ik weet het wel ongeveer, want ik heb weinig aanvullende regelingen. Ik heb geen toeslagen, ik heb ook geen algemene heffingskorting, ik heb ook geen arbeidskorting, want dat is allemaal inkomensafhankelijk, dus ik zit zo ongeveer rond de 50% belasting. Ja, en inderdaad, het was een beetje een flauwe vraag inderdaad. Voor de mensen die wel al die toeslagen krijgen en zo, is het niet ongelooflijk onbegrijpelijk eigenlijk?
Ja, het is een heel ingewikkeld stelsel. Het is een heel ingewikkeld stelsel geworden. Mm-hmm. Om goede redenen, maar die niet altijd even goed uitpakken. De regelingen voor zorg, dus de toeslagen voor zorg, voor huur, voor kinderopvang, voor kinderen, die zijn allemaal gebaseerd op een aantal variabelen die iets zeggen over ons idee van draagkracht. Ja. Dus we vinden dat mensen met een laag inkomen recht hebben op meer ondersteuning. En als ze wat rijker worden, die ondersteuning moet worden afgebouwd. We vinden dat mensen met een huurhuis recht hebben op ondersteuning als de huur hoger is. Ja. We vinden dat mensen met kinderopvangkosten recht hebben op ondersteuning, maar minder ondersteuning als ze rijker zijn. Nou, dus er zitten allemaal logische overwegingen achter. Maar uiteindelijk heb je dus een heel web aan toeslagen, maar ook aan heffingskortingen. Bijvoorbeeld om de participatie van de tweede verdieners te bevorderen, geven we mensen een korting om te gaan werken. Zowel via de arbeidskorting als via de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting. We hebben natuurlijk allerlei stimulansen ingebouwd het afgelopen jaar om het verschil tussen inkomen uit werk en de uitkering wat te vergroten, maar ook tussen 1 en 2 verdieners. Ja, er zitten ook toenemende ongelijkheden daardoor. Dus het is je zou kunnen zeggen, een spanningsveld waarbij de overheid allerlei doelen simultaan probeert te realiseren. Ik weet niet hoeveel knoppen heeft geïntroduceerd. Ja. En iedere keer een beetje aan die knoppen gaat draaien. En uiteindelijk denk ik dat mensen het spoor bijster raken. Want een nadeel van die complexiteit is dat je ook inkomensvallen hebt. Op het moment dat niemand meer gaat verdienen en zo. En dan in één keer strijdt het wel met onze opvatting over wat we natuurlijk zouden willen in een land meestal. Valt daar praktisch iets aan te doen? Heeft u daar tips? Ja, ik denk dat, en dit is ook in het boek wat ik met Sibylle Knos heb gemaakt, een belangrijke aanbeveling. Mm-hmm. Ik denk dat we de toeslagen, los van hoe je aankijkt tegen inkomenspolitiek, in ieder geval kunnen proberen te bundelen. Samen met de heffingskortingen in 1 uitkeerbare heffingskorting. Een van de redenen waarom we toeslagen hebben, is dat de heffingskortingen niet uitbetaald kunnen worden. Dus als je inkomen te laag is, dus ook de te betalen belasting te laag is, om al die heffingskortingen op te maken, te verzilveren, zeggen economen, dan ben je het kwijt. Als je toeslagen kunnen uitbetaald worden. Dus je hebt een negatieve belasting nodig, negatieve inkomstenbelasting, om van die toeslagen af te komen, want je moet iets kunnen uitbetalen. Dus als je een uitkeerbare heffingskorting maakt, dan heb je stap 1. Als je dan kijkt naar welke criteria er liggen in die heffingskortingen, bijvoorbeeld het inkomen van je partner, want het is gebaseerd op toeslagen zijn gebaseerd op huishoudinkomen. Bijvoorbeeld of je huurt, of je kinderen hebt, of je kinderopvang neemt, dat soort dingen. Er zitten uiteindelijk een paar variabelen in die toeslagen. Nou, die kan je dus bundelen in 1 uitkeerbare heffingskorting op basis van inkomen van je partner, vermogen, kinderen. Eventueel kan je er nog huur aan toevoegen. Maar dan zou je dus van al die kortingen en toeslagen af zijn. En er zijn onderzoeken gedaan door het ministerie van Sociale Zaken, waaruit blijkt dat dat met beperkte inkomenseffecten kan. Nou, dit is dus 1 manier om de bestaande inkomensverdeling zo goed mogelijk te repliceren met minder knoppen. Dus dan wordt het vanzelf simpeler voor mensen. En dit is 1 suggestie. Je kan ook nog besluiten om een aantal dingen gewoon direct bijvoorbeeld publiek te bekostigen, zoals kinderopvang. Dat stellen ook een aantal politieke partijen voor. Je kan ook besluiten om een paar dingen niet meer te doen. Misschien wil je huurbeleid via op een andere manier vormgeven. Dus er zijn alternatieven denkbaar. Maar de kern is, kan je misschien de bestaande inkomensverdeling en belastingdruk repliceren met minder knoppen in de belastingen. En op dat moment kan je een aanzienlijke vereenvoudiging bereiken. Dus echt het vereenvoudigen, want nu zitten er te veel knoppen. Als je het samenvoegt, in plaats van iedere toeslag los aanvragen, wat informatie invullen, dan krijg je het in 1 keer. Ja, en nu heb je bijvoorbeeld voor iedere toeslag moet je hem apart aanvragen. Er worden vaak dezelfde gegevens opgevraagd. De toeslagen zijn gebaseerd op verdeels dezelfde criteria. Ja, dat leidt niet alleen tot fouten, omdat toeslagen soms net even anders werken, maar ook tot een hele hoop bureaucratie. Ja. Maar ook tot stapeling van regelingen, want de toeslagen zijn niet onderling op elkaar afgestemd. Mm-hmm. Bijvoorbeeld sommige mensen die en huurtoeslag krijgen en zorgtoeslag, die kunnen soms een belastingdruk krijgen van 80-90% van hun laatste euro die ze verdienen, als ze daardoor die toeslagen verliezen.
Wat je eigenlijk wil is die toeslagen bundelen in één toeslag met één invasering en uitfaseringstraject om de cumulatie van die regelingen te voorkomen. Maar hoe is het systeem zo complex geworden? Wat zeg je? Hoe is het systeem zo complex geworden? Omdat ik denk dat de samenleving complexer is geworden, omdat de politiek graag tegemoet wil komen aan de wensen van allerlei mensen in de samenleving. Ik bedoel, politiek is relatief eenvoudig te maken in een wereld waarin er kostwinnaars zijn met niet werkende vrouwen, ja. Die allemaal kinderen hebben. Die wereld waarop eigenlijk ons bestaande belasting- en uitkeringsstelsel is gebouwd, is natuurlijk enorm veranderd in de afgelopen 50 jaar. En dat heeft geleid tot allerlei aanvullende regelingen en knoppen en dingen in het belasting- en uitkeringsstelsel. Dat is een terechte ontwikkeling op toenemende maatschappelijke complexiteit. Maar dat betekent niet dat we misschien nu dingen zo ingewikkeld hebben gemaakt dat we ze niet meer simpel kunnen maken. Ik bedoel, iedereen heeft nu al wel een belang bij een toeslag of een heffingskorting. Dus ja, er zitten allerlei dingen achter. Oké, okay, maar denk je dan ook dat daar een soort van modelmanagement achter zit? Dat politieke partijen willen dat je, dat ze het goed doen in de ramingen van CPB of zo. En dat ze daarop ook sturen? Dat speelt voor een deel een rol. Maar ik denk dat die veranderingen die we hebben gezien uiteindelijk vanuit, je zou kunnen zeggen, politieke wensen is gekomen. Dat politieke partijen die twisten en tweaken hun plan een beetje om zo gunstig mogelijk uit de CPB-modellen te komen. Dat is zo. CPB-modellen hebben op die manier ook een sturende invloed op de richting van het economisch beleid. Want dingen die, zo kunnen zeggen, economisch schadelijk zijn, worden minder snel geprobeerd. Maar de vraag is of dat een probleem is. Wat wel een probleem is, is dat misschien niet alle afruilen helder worden uitgelegd. De verdelingseffecten tegenover de efficiëntiekosten, dat soort dingen, dat zou misschien beter over het voetlicht kunnen worden gebracht. Maar dat in Nederland een traditie bestaat waarin plannen van politieke partijen worden doorgerekend, dat vind ik terecht. Ja, en een traditie die in Nederland ook bestaat, is dat we vermogen redelijk, zullen we zeggen, licht belasten. Die roep wordt steeds zwaarder, lijkt het. In hoeverre vindt u het belangrijk om dit ook daadwerkelijk te doen? Sorry, kun je je vraag nog even herhalen? Want ik hoorde het niet goed. Ja, dat kan ik. Hoort u me nu wel? Ja. Ik zei, we hebben in Nederland ook een traditie dat we vermogens redelijk licht belasten. Relatief licht. Ja. En die roep wordt steeds luider om dat zwaarder te doen. In hoeverre is het belangrijk om dit ook daadwerkelijk te doen? Is dat een terechte roep? Oké, dit is voor een deel een inkomenspolitieke vraag. Uh-huh. Die gaat over hoe zwaar wil je de rijken belasten? En daar ga ik als econoom niet zozeer over. Ja. Maar dat is aan de politiek. Maar wat ik wel zie is dat ons belastingssysteem, met name als het gaat over het belasten van kapitaalinkomen en vermogen, één grote lappendeken is, een ratje toe. Ja. Volkomen inconsistente behandeling van verschillende vormen van vermogen. En als econoom zeg ik, dit kan veel doelmatiger. Ja. Het kan ook bijdragen aan het, zeg maar, tegen lagere maatschappelijke kosten realiseren van je herverdelingsdoel, wat het ook mag zijn. Ja. Dus ook rechtse mensen zouden moeten zeggen van die inconsistente behandeling van vermogen is kostbaar, economisch kostbaar voor de samenleving. We kunnen meer welvaart genereren op het moment dat we die inconsistentie in het belastingssysteem weghalen. En dat heeft dan voornamelijk te maken met het subsidiëren van het eigen woningbezit en de pensioenopbouw. Daar gaan miljarden subsidies naartoe. Het heeft te maken met het niet belasten van rente, dividend en vermogenswinst op privéniveau. Het heeft te maken met een krakkemikkig regime voor het belasten van directeur grote aandeelhouders met een BV. Het is allemaal inconsistent in Nederland. Sommige inkomsten worden fictief belast, andere worden reëel belast. Sommige inkomsten worden tegen vlakke tarieven belast, andere progressieve tarieven. Het gaat alle kanten op. En er zit geen consistentie en logica in. En wat ik zou willen is dat we één regime zouden hebben voor alle vormen van kapitaalinkomen. Of je nou spaart, of dat je nou belegt, of je een huis hebt, een eigen onderneming of pensioen. Alle vormen van kapitaalinkomen die in die vormen gegenereerd worden, zou ik tegen één gematigd tarief willen belasten. Om te zorgen dat alle vormen van kapitaalinkomen worden belast. En de belastingdruk, als je dat ook zou doen, iets te verschuiven van arbeid naar kapitaal.
Want in Nederland, als je het ook internationaal opzicht bekijkt, is het aandeel van heffingen op kapitaalinkomen relatief laag. En ik denk dat dat niet doelmatig is. We halen de belastingopbrengst niet daardoor op de meest doelmatige manier. Ja, dus dit, eigenlijk om het dan niet politiek te maken, maar het is wel onvermijdelijk om toch aan het vermogenskant, aan box 3 toch iets te doen als het ware, als je ook aan box 1 wat wil doen, toch, lijkt me. Je kunt niet... Ja, maar het is voor mij al sinds de invoering van het hele boxersysteem zonneklaar dat dit systeem niet deugt. Ik kan zelf zeggen dat ik hoogleraar economie en overheidsfinanciën ben geworden vanwege de invoering van het belastingstelsel in 2001. Nou, hij is toch iets dat ik toen al heel erg druk maakte over wat er... Toen was ik zo oud als jullie, toen was ik 25. Mijn eerste dingen die in de publieke discussie gingen over de invoering van het boxersstelsel en dat niet klopte. Want wat er voor 2001 gebruikelijk was, is dat mensen over een rente en een dividend inkomstenbelasting betaalden. Ja. Er was een groot gat in het belastingssysteem toen, dat vermogenswinst niet werd belast. En dat vermogenswinsten, die onbelaste vermogenswinsten leidden tot allerlei fiscale constructies. Met vermogensverdriedubbelaars, klikfondsen, weet ik het, zelfs zeer sociaal-democratische vaders van vrienden, die gingen ineens in de klikfondsen. En dat leidde tot een enorme hoeveelheid belastingderving. En het godsgruwelijk briljante idee van Willem Vermeend was dat we vermogenswinst niet kunnen belasten, maar dus ook maar rente en dividend niet meer. En alleen nog maar een vermogensbelasting kunnen invoeren. En dat is de latere box 3 geworden. Hmm. Ja, daar liep heel fiscaal Nederland tegen te hoop. Er zijn brieven gestuurd door mijn illustere voorganger in Rotterdam, Sybren Knossen, gericht aan alle Kamerleden, met alle hoogleraren fiscale economie en fiscaal recht, dat die heffing niet deugt. En toch werd die ingevoerd. En dus dit is nog steeds, je zou kunnen zeggen, voor mij een steen des aanstoots. Ja. We moeten in de belastingen, zoals in net als in heel veel andere landen, moeten we een belastingstelsel hebben waarbij we rente en dividend en vermogenswinst gewoon gaan belasten. En dat is in vrijwel alle EU-landen is dat het geval, behalve in Nederland. Is Nederland dan ook echt een veel complexer systeem op verschillende fronten dan andere landen? Nee, dat valt wel mee. Nederland heeft niet een uitzonderlijk, je zou kunnen zeggen, ingewikkeld systeem in vergelijking met andere landen, ook niet uitzonderlijk eenvoudig, maar... Ik zie geen, je zou kunnen zeggen, in beginsel geen uitvoeringstechnische redenen waarom wij niet zouden kunnen wat heel veel andere landen dan. Het is nu een beetje doormodderen, lijkt het dan. Nou ja, ik bedoel, bijna al mijn collega's roepen al zeker een jaar of 15 dat het belastingssysteem hervormd moet worden. Alleen de overheid die heeft wel een paar aanzetten gegeven, maar... echte hervormingen zijn tot nu toe uitgebleven. Dus sinds die 2001. Ja, wat er vaak wordt gezegd is dat het bij box 3 dat het zo onmogelijk is om het te belasten, omdat we dan niet weten wat het inkomen uit vermogen is. Iedere keer als ik mijn zeer bescheiden belastingformulier invul, dan zie ik dat het belastingdienst dat toch heel prima weet. In hoeverre is dat argument redelijk, dat we niet weten wat iemand uit vermogen van vermogenswinsten haalt? Ja, maar dat vermogen, dat ziet de belasting niet. Maar het argument is heel vaak dat vermogensinkomsten moeilijker te rapporteren zijn. Maar dat is niet een heel overtuigend argument meer. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld rente op je bank. Nou, dat kan de bank gewoon rapporteren. Hetzelfde geldt voor je beleggingswinst bij je beleggingsfonds. De grote moeilijkheid bij het belasten van vermogenswinsten zit hem bij aandelen of bezittingen die moeilijk te waarderen zijn. Zoals bijvoorbeeld de aandelen in je eigen bedrijf. Wat zijn die nou waard? Dus die kan je eigenlijk alleen maar belasten als je ze verkoopt met winst. En dat is eigenlijk, in zekere zin doen we dat nu al. Hè? Of in zekere zin, we doen dat nu al in box 2 van de belastingen. Mensen met een BV die hun aandelen met winst verkopen, die moeten belasting betalen in box 2 over de winst die ze halen bij hun verkoop van hun aandelen. Het is de enige plek in het Nederlandse belastingstelsel waar wel vermogenswinst wordt belast, maar het is vaak zo krap en mikkig georganiseerd dat die BV's worden gebruikt als fiscaal begunstigde spaarpotten.
Want je kan vaak belastinguitstel genieten op het moment dat je je vermogen aanhoudt in je BV. Je tarieven zijn veelal veel lager. Mm-hmm. Je kan allerlei handige dingetjes doen met leningen van je BV's, zodat het heel aantrekkelijk is om je BV te gebruiken als een fiscaal begunstigd spaarpot. Dus op de plek waar we wel vermogenswinst belasten, doen we dat niet. Ja, want als je vermogen belast, is het natuurlijk ook wel lastig, want kapitaal is heel vluchtig. Zou dat niet sneller naar het buitenland gaan? Dit is op zich een correct argument, maar dat pleit voor een wat lager tarief op kapitaal dan voor op arbeid. Maar, en dat doen we ook in Nederland. Dus een tarief in de orde van 25 tot 30 of 35%, dat is lager dan het tarief op arbeid in de meeste landen. Mm-hmm. Dat moet ook in een wat mobielere wereld op zich uit te voeren zijn. Ik denk dat de afdwingbaarheid van belasting op kapitaal aanzienlijk kan verbeteren op het moment dat we informatieuitwisseling krijgen tussen overheden. Dus dat, en dat doen we natuurlijk al bijvoorbeeld met spaarders. Maar er kan ook bijvoorbeeld wat Gabriel Zoekman van de Universiteit van Berkeley voorstelt, een internationaal vermogensregister worden aangelegd. Ja. Je kan informatieuitwisseling tussen overheden proberen te faciliteren, waardoor het moeilijker wordt als vermogen om je geld over de landsgrenzen te parkeren. Het helpt natuurlijk niet dat er nog altijd belastingparadijzen zijn die daar niet aan meewerken. Mm-hmm. Dat, zeg maar, een aantal zeer gefortuneerden van de wereld er geen probleem mee heeft om zijn geld daar te stallen. Ja, is het dan ook, u had het net over een iets lager tarief. Je hebt dus ook een grondslag waar het tarief over geheven wordt. Daar is ook best wel veel discussies in. Bijvoorbeeld in het bedrijven zelf. Wat tel je nou mee met de winst en niet? Is dat ook niet ontzettend complex en bedoel ik eenvoudiger? Maar mijn voorstel komt eigenlijk neer op een aanzienlijke verbreding van je grondslag. Ik bedoel, we hebben nu een hele hoop dingen niet in de grondslag zitten. Mm-hmm. Alleen vermogenswinsten. We subsidiëren het grootste deel van de grondslag. Huizen en pensioenen is goed voor 400% BBP vermogen, wat we subsidiëren in plaats van belasten. Mm-hmm. Ik ken niet zoveel economische theorie die zegt dat je dat moet doen. Ik bedoel, je kan nog een argument maken, laten we het in ieder geval niet subsidiëren. Ja. Maar ik denk dat heel veel economen ook hartstochtelijk pleitbezorger zijn voor bijvoorbeeld belasten van huizen en onroerend goed. Dat loopt niet weg. Je kan het niet makkelijk je huis verplaatsen naar een belastingparadijs. Ik bedoel, dit is gewoon ideale belastinggrondslag. Ja, maar hoe zou dat werken dan met een huiseigenarenbelasting? Sorry? Hoe zou dat werken met een huiseigenarenbelasting? Nou, we hebben allerlei instrumenten al. We hebben een bijtelling voor het eigen woningforfait en inkomstenbelasting. Maar we hebben ook een onroerend zaakbelasting op gemeentelijk niveau. Dit zijn allemaal belastingen op het vermogen geïnvesteerd in je huizen. Ja, maar tegelijkertijd heb je ook aan de overkant de wet Hille staan, die nu dan wel wordt afgebouwd. Maar dat is wel weer een subsidiering. Ja, maar goed, de wet Hille is, dat die wordt afgeschaft, is een uitstekend idee. Dat dacht ik al, ja. Maar denkt u niet dan, ik bedoel, het bezit van een eigen woning, als u zelf zegt, de zeer gefortuneerde, die raakt u toch niet als we hun eigen huis in Nederland, kunnen we er meestal wel bij zeggen, gaan belasten? Ik bedoel, wat maakt dat, als je dat niet internationaal regelt, dan verschuift het kapitaal toch gewoon naar een land waar het wel fiscaal voordelig is? Ja, oké. Ik wil altijd een beetje waken voor argumenten van als wij het niet doen, dan verdwijnt het wel naar het buitenland. Of als wij kapitaal goed gaan belasten, dan gaat het wel naar landen waar het kapitaal niet goed wordt belast. Ja. Ik denk dat voor zover dat zo is, bedoel er zeker sprake van, zou de reactie moeten zijn, hoe kunnen we nou in internationaal verband afspraken maken? Zodanig dat dit niet meer gebeurt. En er worden allerlei stappen gezet, bijvoorbeeld in de OESO, om bijvoorbeeld door tot gemeenschappelijke belastingen van bedrijven te komen, in de vennootschapsbelasting. Maar je zou ook gemeenschappelijke afspraken kunnen maken over belasting op privé niveau. Maar het effect wat je beschrijft van vermogenden die je geld wegsluizen naar het buitenland. Ik denk dat het heel belangrijk is hier om een onderscheid te maken tussen gewoon ontwijking, namelijk dat is legaal, en ontduiking, dat is illegaal. Voor zover het gaat om ontwijking, ik denk dat particulieren wel wat mogelijkheden hebben, maar ook niet heel erg. Nee. Veel mogelijkheden hebben om op grote schaal hun particuliere vermogensinkomsten te verlagen. Ik denk dat dat wel gebeurt met ontduiking.
een van die dingen, de Panama Papers, heeft bijvoorbeeld laten zien dat daar vermogende particulieren van eigenlijk gebruik maken van illegale constructies. Ja. En daar denk ik dat je harder tegen kan optreden. Ja, maar zoiets als, je noemde de OESO, daar komt dan de BEPS vandaan. Die is niet bindend en die wordt ook niet echt doorgevoerd. Dan heb je dat ze in Europa ook weer richtlijnen maken zoals ATAD 1 en nu ook 2. Volgend jaar, volgens mij komt die er nu in. Ziet u daar ook meer in, dat meer bijvoorbeeld Europa bindend afgesproken moet worden? Ik denk dat daar enorme vooruitgang is. Dus die anti-ontwijkingsrichtlijn, ATAD, waar je het over hebt, ja, dat haalt toch wel een hele hoop scherpe kantjes van allerlei taxplanning van bedrijven af. Mm-hmm. En ik denk dat winst is. Ik denk dat er op OESO-niveau de grootste gaten inmiddels wel gedicht zijn. Met al die afspraken om grondslagerosie en winstverschuiving te beperken. Maar ik denk dat er een paar hele wezenlijke vragen liggen over het fundamenteel herontwerpen van je vennootschapsbelasting. Want het kraakt, die vennootschapsbelasting kraakt omdat we bedrijven hebben die vaak moeilijker te lokaliseren zijn in één exact land. We hebben consumenten die niet per se te lokaliseren zijn in één. Kijk naar de techbedrijf. We hebben productiefactoren, we hebben bedrijven kunnen worden gesplitst in verschillende landen. Dus het idee dat je een winstbelasting op residence principe hebt, levert allerlei problemen op in de moderne economie. En ik denk wel dat het denken voort moet gaan om te zorgen dat we op een beetje fundamenteel niveau een idee hebben waar willen we naartoe met de vennootschapsbelasting. Er zijn bijvoorbeeld ideeën om de vennootschapsbelasting niet meer op basis van woonland van het bedrijf te doen, maar op basis van de aanwezigheid van de consumenten. Dus de destination-based tax, dat kan. Je kan ook kijken naar verregaande vormen van gemeenschappelijke belastingbasis, zodat bedrijven die in verschillende landen opereren, dat die gewoon een belastingbasis moeten consolideren, ongeacht in welk land ze opereren. Nou, dat heeft weer allerlei andere problemen. Maar goed, ik denk wel dat het denken hierover voort moet gaan. Ja. Het is misschien onmogelijk in een paar minuten nog. Maar er kijken natuurlijk heel veel studenten naar deze filmpjes. Er wordt over onze generatie gezegd dat het misschien een van de eerste generaties is die het niet beter gaat krijgen dan hun ouders. Hoe kijkt u daarnaar? Moeten wij het somber inzien of is er nog recht op een beetje glimlach? Is er nog hoop? Er is altijd hoop. Ja. Ik zie wel dat deze generatie, jullie generatie studenten, een enorme drang krijgen van corona. Ja. En ook van die vorige crisis. Ik zie allerlei problemen in de economie. Bijvoorbeeld op de woningmarkt, waar het voor jullie nauwelijks meer mogelijk is om toegang te krijgen tot woningen. Er zijn enorme insider-outsider problemen daar. Het helpt niet dat de meerderheid van de Nederlanders een huis bezit en er eigenlijk geen belang bij heeft, particulier belang bij heeft, om dat te veranderen. Want dat kan leiden tot huizenprijsdalingen bijvoorbeeld. Ik denk dat jullie generatie een deuk krijgt in zijn human capital, in zijn onderwijs. Ik denk dat daar ook extra inspanningen voor geleverd moeten worden, zodat jullie nog een keer een master kunnen doen of op de lagere school extra jaren om te zorgen dat die achterstanden die door corona zijn opgelopen, dat die worden ingelopen. Ja. Niet alleen vanuit een rechtvaardigheidsidee, maar ook vanuit een doelmatigheidsaspect. Want investeren in onderwijs zijn buitengewoon lonend. Ik denk dat ook dat jullie generatie geconfronteerd zal worden met de gevolgen van klimaatverandering, nog meer dan dat we nu al zien. Ja. En ook het falen van huidige generaties om dat te adresseren op een goede manier. Ja, want volgens mij stond er 2 dagen geleden in het NRC een artikel van dat de Nederlandse Bank pleit om daar toch bedrijven iets meer te binden om dat te doen. Was de pandemie en de steunpakketten die daaruit voorvloeiden niet de mogelijkheid om ook gewoon ervoor te zorgen dat bedrijven ook meteen groener worden? Ik denk niet dat het verstandig is om, als je een pandemie hebt, om allerlei nevendoelen te realiseren met je steunmaatregelen. Ik denk dat
je wel het politieke momentum had kunnen gebruiken om bijvoorbeeld wat harder in te zetten op het beperken van de luchtvaart of zo. Ja. Of je het belasten van CO2 in de luchtvaart. Misschien was nu de mogelijkheid geweest. Of het invoeren van een koolstofbelasting wereldwijd was misschien nu een mogelijkheid. Dat weet ik niet. Je hebt politiek momentum waarin iedereen ziet, er moet iets gebeuren. Maar dat zag je ook bij die vorige crisis. Zelden wordt de crisis, de structurele maatregelen die toen werden genomen, hadden niet zozeer met die crisis zelf te maken. Dus als het gaat over klimaat, dat had natuurlijk niet zozeer direct iets te maken met COVID. Maar je hebt wel veel voorstellen gezien om daar iets aan te doen. Dus de maatregelen die genomen moeten worden voor klimaat, moet je denk ik vooral in het klimaatperspectief zien. En niet vermengd met de pandemie aanpak. Ja. Al was het maar omdat die pandemie dit jaar afloopt. En het klimaat de komende decennia nog wel even bij ons blijft. Ja, we vroegen u net of we nog hoofd konden hebben. Maar ik hoor eigenlijk klimaat gaat niet goed, huis gaat niet goed, niet zo goed. Human capital neemt af. Maar toch mochten we hoop hebben. Nou, wat ik jullie wel wil aanraden is je te organiseren maatschappelijk. En ook dit soort dingen te doen, dat is heel belangrijk, dat is heel goed. Dank u. Wat ik denk dat nodig is, is dat je zo'n collectieve actie onderneemt. En ik snap dat het extreem moeilijk is met een hyper geïndividualiseerde samenleving. Ja. Ik denk jullie nog meer dan, dat is ook een generatie waar ik toe behoor. Dat op een of andere manier moet je je belangen organiseren. Om tegenwicht te bieden tegen, je zou kunnen zeggen, andere generaties die heel goed en veel beter georganiseerd zijn. Ja. Dus ik wil iedereen oproepen om zich wel maatschappelijk te engageren. En niet op een hyper-individualistische manier, maar wel op een georganiseerde manier tegenwicht te bieden. Want anders, ja, je moet niet raar opkijken dat je langzaam verandert in een gerontocratie. Waarin, je zou kunnen zeggen, de oudere generaties het wel georganiseerd hebben. Ja. En voor uren aan alle tafels zitten waar beslissingen worden genomen en jullie niet. Ja. Nou, dan pakken wij de fakkels en de vorken erbij. En dan gaan wij ons organiseren. Nou, arm in arm. Ja, arm in arm. En dan dank ik u hartelijk, denk ik, voor dit gesprek. En dan, u zei net al aan het begin dat u een vriend van de show bent. En dat bent u zeker. Dat hoop ik u over een tijd nog eens terug te zien. Ja, nou, graag gedaan. Hartelijk dank. Ontzettend leuk.